Goedenavond, mijn naam is Anne Schuurman en ik ben een van de twee gebroeders Schuurman. En dit is alweer deel 5 van mijn playthrough van mijn playthrough van Star Wars: Shadow of the Empire. Dat was hem, ik wilde zeggen Shadow Empire of the Star Wars, maar dat is niet wat het is. En jongens, wat hebben we toch al een hoop gedaan. We zijn begonnen op Hoth, hebben meegevlogen met de Rebels en hebben daar AT-AT's en AT-ST's kapot geschoten. En toen waren we op de basis en daar hebben we gevochten tegen een grote looprobot, een AT-ST. En dat was best heel spannend. En toen gingen we vliegen in een asteroïdenveld en dan moesten we zo duiken voor de asteroïdes. En ja, moesten ze er een beetje op schieten. En dat was ook wel leuk. En toen gingen we met de trein. En de trein ging heel snel. Dan moet je oppassen dat je daar niet afvalt. Toen hebben we gevochten tegen een andere robot bounty hunter. Want die was ook een bounty hunter. Maar hij was ook een bounty hunter. En hij wilde mij doodschieten. En hij vertelde zijn geheime plan. En nou weet ik waar ik daarna heen moest. En toen ben ik gegaan hier naartoe. En dan moest ik springen. En vliegen met jetpack. En ik heb gevechten met Boba Fett. En ik heb gewonnen. Na 2 keer. Goed. Toen kwamen we hier aan en toen gingen we op een hele snelle motor zonder wielen. Dat ging ook niet helemaal in één keer goed. Maar uiteindelijk toch wel een beetje wel, zeg maar. En toen gingen we hier naartoe, naar een ander ruimteschip. En daar hebben wij een beetje heen gelopen. En moesten een beetje zoeken, een beetje puzzeltjes doen. En gevochten tegen een hele grote robot, maar die was heel snel dood. Dat was een beetje makkelijk. En nou ben ik hier. Bij de sewers of the Imperial City. Dus dit zijn de laatste drie levels zoals je ziet. En ja, we gaan maar gewoon beginnen. Part 4. 4, wat is dat? Dat is 4. Ja, nee. Oké. Het is zo grappig dat het allemaal afspeelt tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. These sewer tunnels lead to Shizor's palace. Lando, Chewie, and I will search for Leia. Dash, see if you can find a way to cover our escape. We'll meet back here. Sure, Luke. I'll just plant a few pulse bombs and blow this foul-smelling place sky high. Just be sure to make it back in one piece. En daar zijn we. Dat is best vet trouwens. Ik vergeet altijd dat Bibo ook nog wat wil zeggen. Sorry. Wat ik wilde zeggen, dat het best vet om te zien hoe die twee schepen naast elkaar stonden. De Outrider en de Millennium Falcon, beide in de Y-klasse. Ja, eigenlijk origineel waren dat vrachtschepen. Oh, wie schiet er om mij? Maar beide zijn eigenlijk gemodificeerd, zoals het heet, tot smokkelaarsschepen, of hoe doen we noemen. Hoewel Dash Render een bounty hunter is. En Hans Solo was een smokkelaar. Of is een smokkelaar. Was. Als je nu de tijdlijn volgt van hoe het nu is met al de dingen in Star Wars universum. Hey, goed, dat maakt niet uit. Oké, goed. Oeps, misschien had ik even een jetpack moeten gebruiken. Oké, dit is een van die levels waar je dus veelvuldig gebruik maakt, ook van de jetpack die je hebt. Ik wil ook niet weten waar ik doorheen loop eigenlijk. Het liefst zou ik eigenlijk gewoon dat deze er overheen willen zweven. Weet je wat, die wil ik gewoon. Vies benen. Oh. Even kijken. Oké. Ja, toen al. Joei. Oh. Lelijk. Oeh. Dat parcours in het spel ben ik niet helemaal geweldig goed in. We zien nog iets. Oh. Help, 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 help. Oké, kleine spoiler. Dit is een voorbode van wat er gaat komen straks nog. Dit zijn in feite gewoon de trash compactor monsters uit A New Hope. Leuk detail trouwens. Oké, goed. Hebben we hier een puzzel? Volgens mij was dat hierdoor. Oké, het grappige is, als je onder water zit, heb je blijkbaar dus oneindig, hoe heet dat nou, fuel voor je jetpack. En zodra je luchten gaat, dan houdt dat op een gegeven moment dus op. Even kijken. Ik heb zo'n idee dat ik, daar kwam ik niet vandaan, nog wel. Nee, ik denk het niet. Hoger dan dat kan ik niet. Nee, dan moet ik haast wel hierheen. Twee routes. Interessant. Oh. Dus even kijken waar deze heen leidt. Oké, ja, prima. Dat is mooi. De zieken ga ik zo meteen nodig hebben, of straks nodig hebben voor de baas. En dan gaan we nu gewoon heen waar we heen moeten. En dat is, als je hem weer wil spelen. Afpakken. Oké, prima. Nee, nog niet. Dat is hoog. Wauw, oké, die deed echt meer damage dan ik had gehoopt. Irritantje. Oh, ik moet zeggen, hier is de... Het is zo krap hier, dat je nauwelijks zo goed kunt zien wat je doet. Hé, dat waren maar twee puls. Nou, maakt niet uit. Oeh. Wauw, die zijn echt vervelende dingen. Want het duurt heel lang voordat de auto een door heeft dat die dingen er zijn. En met name hier in dit krappe gedeelte is dat... Oh, redelijk irritant. Nou ja, goed, ik loop er maar gewoon doorheen. Van mij heb ik dat niet heen gehoeven. Dit is voor mij de weg die ik moet pakken. Yep. Mooi. Goed, nou moet ik het hele stuk weer terug. Of kan ik ook anders erdoor? Nee, niet. Kijk, dat is dan wel irritant. Wauw, oké. Dat richten gaat zo echt voor geen meter. Nou ja, goed. Ik ga gewoon zo snel als mogelijk. Dat was een enorm risico wat ik liep. Oké, maar die heb ik wel even nodig. Oh. Crap. Oké, even blijven concentreren. Ik heb heel weinig zin om dood te gaan aan die gasten, dus... Oké. Oké, wauw. Och. Oké, nou goed, ben ik hier weer. Oh, nou is dat ding in één keer wel open. Dat was echt enorm flauw. Ah, oké, goed. Nou, daar zijn we door. Even kijken. Nou, ja, wel. Dit is een stukje onder water. En ik dacht dat je niet oneindig kon blijven. Maar... weet ik ook niet zeker. Ja, zie je op een gegeven moment hier naar boven. Oké, kijk of hier nog wat te vinden. Hallo. Nou, flauwerik. Was er nou nodig? Het gekke is, ik heb wel het idee op het moment als je vliegt dat je heel veel meer controle hebt dan als je loopt. Gek genoeg. Nou, is nog helemaal niet zo gek eigenlijk. Bij nader inzien. Even kijken. Nou, in ieder geval weer wat held erbij. Mooi. Oké. Dat is die. You found the force field deactivator. Dat is mooi. Dan zien we nog iets van waarde. Oeh, disruptor, oké. Voor de rest zien we iets? Nee, denk ik niet. Dus even kijken. Nou. Nou, is hij wel dood, dat wel, maar. Niet normaal wat ik wilde, uiteindelijk. Ah, oké, goed. Moet ik daar niet langs? Of heb ik iets gemist? Ik heb het eerder dat ik iets heb gemist. Nee, dat is oké. Dat is ook goed. Hier beneden was dan niks. Nee. Niet ik verder heb gezien. Nou, schiet mij maar lek. Nou, ben ik even kwijt waar ik heen moet. Of was er toch iets wat ik moest activeren? Ik zou haast idee hebben van wel, maar dan zie ik even niet waar. Nee. Want het lijkt erop alsof dit hier open kan. Het lijkt een deur van de een of ander. Alleen ik zie even niet heel direct een knop hoe ik die dan open krijg. Moet deze weer opnieuw werken. Nee, één keer ingedrukt. Ingedrukt, prima. Ook goed. Nou, eens even kijken of ik hier nog iets kan. Of dat ik hier moet zijn überhaupt. Even kijken, hier kwam ik vandaan. Dat was het dus niet. Was hier nog iets wat interessant was? Oh ja, oké. Op zich daar nog puls. Mooi. Nou, nog een challenge point. Oké dan. Nou, dan zei het echt omhoog voor lucht. Nou, hier dan. Nee. Nog wat, joh. Nee, het is nog ergens daar zo wel, zou ik haast denken. Want hier is niks wat interessant is. Nou, dan moet ik toch even terug om eens even te kijken wat ik dan heb gemist. Dan moet daar eens ergens een knop zijn die ik over het hoofd heb gezien. Maar waar, even kijken. Daar was het niet. Ja, dat was in het water. Auw, kijk. Zie, ik wist dat er wat was. Wat. Hartstikke mis. Poging nummer 2. Ja. Kijk aan. Oh, daar heb je iets voor nodig. Wauw, oké. Die had mij echt kapot veel damage kunnen doen. Oké, leuk. Okidoki. Interessant. Hup, helft. Mooi. Toen het beginnen denk ik te draaien dan. Okidoki. Oh, voor mijzelf geval als daar zo moet ik weer iets schieten. Of juist niet, moet ik juist hier door. Nee, daar kom ik niet door. Dat is er niet. Oh, maar ik moet die andere aan het bewegen zien te krijgen. Hoe doen we dat? Zie, want die actie die beweegt, dat is goed. Maar nou moet ik die voorste nog zien te bewegen. En dan mag jij vragen, welk knopje heb ik daar dan nou weer voor gemist? Oh, wacht even, ik denk dat ik het... Oh, hey! Hey, 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 hey! Dat zijn geen grappen, hè? Gewoon een beetje sneaky ambushje daar zo. Dat wordt nog interessant. Oké, nou draait de tweede ook. Oh jeetje, oh jeetje. Oké, dit wordt een redelijke uitdaging nog. Want hier is de baas. Dat. Dat is lelijk. Dan moet ik waarschijnlijk helemaal opnieuw beginnen. Oh, dit is lelijk. Oké, goed. Nou, ik weet wel wat ik nou moet doen. Dat scheelt. Dus ik kan een beetje erheen skippen nou. Oké, prima. Oké, dat was lelijk. kan ik je zeggen. Je moet echt een beetje opletten op de levens die ik heb. Ik kan hem me dus niet permitteren om te veel dood te gaan. Dus hier moet ik me echt een beetje goed concentreren nou, anders dan wordt er niet wat. Oké, even kijken. Gewoon langzaam naar beneden. Niet te ingewikkeld willen doen. So far, so good. Okay. Oeps, oeps, oeps. Oké, die stukken kan ik gewoon echt niet. Dat was echt waarloos. Oké, goed. Waar is je lelijke broer? Dat zag ik wel. Oké. Nou, daar heb ik dan dus ook die sleutel nodig. Hebben we dat stukje weer. Dit is even het meest vervelende stukje in die zin. Waar zit hij? Oké, die is echt knaap irritant. Oh, kijk. Oh, wacht. Sorry, excuus. Yes, oké. Kijk, dat is in ieder geval beter. Dacht dat even niet, vriend. Nee, nee. Kijk, laat me ook niet iemand gaan lopen ermee. Oké, blijven schieten op alles wat beweegt. Mooi, nog muziekjes erbij. Dat is goed. Oké, ja, die is echt irritant. Goed, is niet anders. Oké, dat ging geheel niet slecht. Oh, nee. Oké. Voor mij ben ik het snel daarheen gerust, want ik heb het idee dat ik iets heb gemist. Ja. Oké, ik ben hier snel doorheen gegaan. Dat was niet wat ik moest doen. Even kijken, dat heb ik gehad. Dat heb ik gehad. Hier moet... Ik heb op zich geen ramp. Niks wat erg is. Okay. Nee, moet ergens naar beneden zijn. Ik moet hier ergens... Oké, die helpen we wel even nodig. Oh nee, was ietsje... Nee, het was wel hier zo. Oké. Nou heb ik echt gewoon compleet gemist waar ik nog heen moest. Huh, net was ik er zo en nou in één keer zoek om het apenzuur. Want daar kwam ik vandaan. Oké, dan zou je toch gaan zeggen... dat ergens hier zo moet zijn. Dat is toch debiel? Ah, nee, oké, toch wel. You found the security. Juist, nou, prima, oké, en door. En deze, ah, die was meteen aan lopen, oké, goed. Ja, ik was gewoon te snel, dus ik hoef die stuk niet meer terug, heel goed. Oké. Blinsen, die alles wat je ziet. Oké, goed. Gaan we die pakken? Ja, die gaan we pakken. Zo. Kom hoor, niks van aantrekken. Oh, lelijk. Okidoki. Ik wil die graag hebben. Ik wil die graag hebben. Mag ik die hebben? Dankjewel. Oké. Zet maar uit. Oef. Okidoki. Jeetje, 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 mina. Oké, goed. En door. En dan hebben we daar nog zo'n lelijke natuurlijk. You found the force field deactivator. Mooi, volgende stukje wat ik nodig heb. Nee, ga weg, vriend. Okay. Oeh, dat was lelijk. Oké, nou komt het meest lullige stukje. Oké, goed. Nog maar ziekjes erbij. Oké, prima. Die is aan. Goed. Hier naar beneden. Langzaam, langzaam, langzaam. Je laat ik nou proberen niet te worden kapot gemalen door die dingen. Ah, fuck dat. Sorry. Wacht even. Oké, goed. Huppa, die. Was er misschien aan de andere kant ook nog eentje? Nee, dat niet. Oké, goed. Poging nummer 2 voor deze baas. Och jeetje, het is ook gewoon één hitje met dood met die ding, hè? Holy hell. Ah, kom op. Ah, kom op, raak hem, raak hem, raak hem. Juist, oké, goed. Boven luchthappen. Oké, goed. Man. Oké, tentakel, dood. Naar boven. Oké. Kom op. Ik heb de idee dat ik nog niet ben namelijk. Of misschien ook wel. Wauw, okidoki dan. Oh, het was ook gewoon alsof een verzarlijk monster dit, joh. Oké. Okidoki. Goed! Oké, dat was lachen en ik dacht, dat heb ik nog 2 keer gedaan. Ja, dit wordt toch even iets langere episodes dan ik had gedacht. Ik laat hem voor nu heel even hierbij, bij deze episode. Hierna zijn er nog 2. En dat zijn Sixors of Seasaws Palace en de Skyhook. Dat worden denk ik toch nog 2 aparte afleveringen. Het is wat het is. Goed, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om hier naar te kijken. Dan zou ik zeggen... Abonneer je op ons kanaal als je het leuk vindt wat je ziet. Doe een duimpje omhoog. Laat even een commentaar achter. Wij gaan proberen daar dan snel mogelijk op te reageren. Dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken en tot ziens.